Hi, welkom of welkom terug op mijn kanaal. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag hebben we een tasje opgemaakt. Niet zo heel veel, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, we gaan gewoon grijpen en kijken wat we hebben opgemaakt. Allereerst heb ik een kruidvat Intensive Body Milk Spray opgemaakt met aloe vera. Hydrateert, trekt onmiddellijk in, speciaal voor de droge huid. Ja. Koop ik dit opnieuw? Jazeker. Deed heel veel? Maar het is gewoon fijn. Even kijken hoor. Hydrateert de droge huid met... Hydrateert de gedroge huid snel en gelijkmatig en geeft een zacht, frisse geur. Ja. De lichte sprayformule met aloe vera en argonolie verfrist en verzacht en trekt onmiddellijk in de huid. Bovendien is de huid meteen weer heerlijk soepel zonder plakkerig aan te voelen. Mijn huid is hier eigenlijk te droog voor. Maar ik vind het heerlijk om bijvoorbeeld als ik een goede vettige crème op mijn benen heb gebruikt. Een goede dikke crème zeg maar. En dan voordat ik ga slapen, s'avonds even dit zo. Maar koop ik hem nog een keer? Zeker wel. Zeker wel. Dan heb ik de kruidvat micellair wipes opgemaakt. Waterproof. Deze vind ik heel fijn. Dit zijn mijn favorieten. Hier kan mijn neus. En ik weet dat je gezicht niet mag schoonmaken. En dat doe ik ook niet. Ik gebruik altijd netjes een cleanser en een micellair water en een tonic en noem maar op. Een cleansing balm of wat ik ook heb. Maar deze maken ook serieus je gezicht schoon. Deze niet. Deze zijn meer voor het opruimen van dingen. Hè? Zwartjes van je hand af. Als je eerst je oogmake-up doet om even hier zo weg te halen en zo. Ik heb de... Dit waren trouwens die van de Shein. Deze zijn van de Lidl. Maar ze zijn wel speciaal voor de droge huid. Droge en gevoelige huid. Sensitive doekjes. Maar voor zwartjes en zo de afhalen doet het prima. En vaak als ik 's ochtends gewassen, gedoucht gedaan heb. Dan duurt het nog even voordat ik wel ga opmaken. En dan verfris ik daar vaak even mijn gezicht mee. Dat vind ik dan wel lekker. De Revolution Skin Cleansing Pads Brighten variant. Er is beweging bij de voordeur. Quick Fix Cleansing Pads. To gently exfoliate. Revealing a smooth and radiant glow. Deze zijn fijn. Deze. Momentje. Hoi. Oké. Deze zijn heel fijn en heb ik er niet van in gebruik al. De Revuel Double Hyaluron plus B5 Moisturizer. Dit is Rich Anti-Wrinkle Care for Dry Dull Skin Without Elasticity. Line Filling and Repairing. Ja, dat is een prima crème, maar het doet niet heel veel bijzonder, vond ik. Dan heb ik een kruidvat cleansing milk opgemaakt voor de droge en gevoelige huid. Prima, niet heel veel bijzonder. Zou ik hem opnieuw gebruiken? Jazeker. Ik heb nu iets anders in gebruik. Dan heb ik een Catrice Prime & Fine Multi-Talent Fixing Spray opgemaakt. Ja, gewoon opgemaakt. Prima. Ik heb een Chanel Sublimage Le Crème Jeu, dus een oogcremetje opgemaakt. En nog één. En dan heb ik een Sublimage Essence opgemaakt. Dit is allemaal gewoon skincare. Een Essence Fondamentuel. Geen idee. Ik heb het gewoon opgesmeerd. Ik heb een set Cucumber Under Eye Pads opgemaakt.
Deze komt uit zo'n doosje met een aantal. Deze komen van de Action. Vind ik heel fijn in het weekend. Op zondag loop ik gewoon met die dingen op. Een beetje in huis rond. Dan heb ik opgemaakt. De Sublimage. L'Essence Lumière. Met zo'n dingetje kan je echt nog 3 dagen doen. En. Oh, nog geen L'Essence Lumière. Nou. Ja, ik vind die Sublimage line van Chanel echt wel heel fijn. Ik vind het echt heel duur. Wessel kijkt me lachend aan, want die denkt, koop het nou gewoon. Maar ik ben echt, ik vind het echt te duur. Ik ga geen, dat geld ga ik niet betalen voor, maar het is wel echt, ja. De Embryolisse Le Crème Sensitive. Deze zat bij een bestelling van de Boosie Shop. En ja, ik vond het wel een fijne crème hoor. Ik ga het niet kopen, maar ik vond het wel een fijne crème. En dan heb ik nog een paar tubetjes. De Hydra Beauty Camellia Water Cream van Chanel. Ik ben nog steeds in de fase. Oh, ik smeer het ook voor de helft nu op mijn trui. Dat ik de proefjes aan het opmaken ben. Dit is een Hydra Beauty Masque de Nuit au Camellia. Dus een avondmasker, een slaapmasker. Dan heb ik een nummer 1 de Chanel crème opgemaakt. En dit was de Sublimage L'Extractant de Nuit. Nou, toen was hij leeg. Tasje weer leeg. Gaat weer mee naar boven, want ik kan ik weer opnieuw vullen. Ja. We gaan gewoon door met de spulletjes opmaken. Dus het waren best wel veel proefjes en niet zo heel veel andere dingen. 1 make-up product. Zit gewoon. Hij trekt de vaders open. Ik kijk me echt zo aan. Oh, maakt dat te veel geluid? Dat hoor. Oh, zwiesvlieg. Dat was het voor deze keer. Er is niet heel veel opgemaakt, niet heel veel verschillende dingen. Over de proefjes kan ik niet heel veel zeggen. Want ja, dit kan niemand lezen. Ik kan alleen maar zeggen, ik vind de Sublimage line fijn. Ik ben sowieso een Chanel fan. Dus ja, bij deze. Bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie graag de volgende keer. Doei!